We zijn blijven stilstaan in de vorige video bij de betekenis van de laatste mens in de werken van Francis Fukuyama. We gaan nu verder in de redenvoering van Zarathustra. Zarathustra is nog steeds op het punt aangekomen waar hij waarschuwt dat er een point of no return kan bereikt worden, waarbij dat de toekomst van de Übermenschen als mensensoort echt wel in het gedrang komt. En we zijn nu aanbeland op een punt waar een uitspraak gedaan wordt die zeer bekend is, die heel vaak terug te vinden is op Nietzsche t-shirts. Namelijk, ik zeg u, om een dansende ster te kunnen baren, moet je nog chaos in je hebben. Ik zeg u, u hebt nog chaos in u. Dit is een ontzettend interessante uitspraak. Het is namelijk zo dat mensen zoals Dirk de Wachter, psychiater van de KU Leuven, er heel vaak op wijzen dat wij in een tijdperk leven waar mensen, onder andere door sociale media, heel snel bereid zijn om hun geluk te etaleren, hun succes naar voren te schuiven. En ze zijn uiteraard veel minder bereid om te laten zien welke weg ze hebben moeten afleggen om daar te geraken. En heel vaak steekt dat mensen de ogen uit. En je hebt dus een bepaald moment dat je een succes boekt op een relationeel vlak, op professioneel vlak, en dan ben je de rising star. Maar, zegt Zarathustra hier, je moet chaos in je hart toelaten om de rising star te kunnen worden. Dus om dat punt in je leven te bereiken, waar je eigenlijk graag zou willen zijn, en ik heb het dan niet alleen over een carrière, maar ook over een soort van psychologische ingesteldheid die je hebt, om dat punt te kunnen bereiken, is er vaak een heel lange weg afgelegd van vallen en opstaan, opnieuw beginnen, veel meer mislukken dan gelukken. Vaak is de weg naar het succes leren mislukken, leren terug opstaan. En er is dus ongelooflijk veel chaos dat aan de basis ligt van die rising star. En als je dan bekijkt binnenin dat verhaal van Zarathustra, ja, dan is het natuurlijk heel duidelijk dat Zarathustra hier wijst op het feit dat de cultuur op zich een ongelooflijk lang verhaal moet afleggen voor hij in staat is om te geraken tot dat plaatsje waar hij wil zijn, namelijk het ras van de Übermensch. Ras klinkt hier negatief, maar het gaat hier over de mensensoort. Ik wil u er doen aan herinneren dat als het boek Zarathustra verder evolueert, dat het niet meer een mensensoort zal zijn die gezocht zal worden, maar een toestand, een innerlijke toestand, die elke mens al dan niet zal kunnen bereiken. O wee, zegt Zarathustra, de tijd komt dat de mens geen ster meer zal baren. Dus oppassen, want het point of no return is bereikt. O wee, de tijd komt van de verachtelijkste mens die zichzelf niet meer kan verachten. Met andere woorden, er gaat een moment komen dat de mens verachtelijk is op een manier die niet meer past in het verachtelijk zijn van de Übermensch. Dat is een ongelooflijk chaotische uitspraak die wat toelichting vereist. De verachtelijkste mens is hier de laatste mens. Dat is diegene waar geen toekomst meer is, die zich dus baat in het nihilisme. Maar de andere verachtelijke mens die hier naar voren geschoven wordt, is diegene die net dat aspect van het mens zijn veracht. En ik vind dat je hier een heel interessante parallel kan leggen met de W-uitspraken die je onder andere vindt bij Lucas. In het evangelie van Lucas heb je de zaligsprekingen, zalig de armen, want zalig de mensen die getroost moeten worden, die verdriet hebben, die getroost moeten worden. En Lucas laat die afwisselen met daarna ook nog W-uitspraken, dus W de rijken. Waarom staat dat daar nu bij Lucas? Wel, dat staat daar toch wel als een stok achter de deur. Dus hij wil daar waarschuwen van, kijk, je hoeft niet te lachen met die uitspraken van armoede, je hoeft niet te lachen met mensen die getroost moeten worden, je hoeft dus ook niet te lachen met het project van Zarathustra, namelijk de zoektocht naar de Übermensch, want wee u, er zal een moment komen dat je daar niet meer kan om lachen. Hè? Dus, en dat aspect zit daarin, het menselijke idee om een soort van stok achter de deur naar voren te schuiven, voor diegenen die zelfs de meest wijze raad in de wind slaan. Dus hier ook van de tijd komt van de verachtelijkste mens die zichzelf niet meer kan verachten. Zie, ik toon u de laatste mens. En dan komt er een heel stuk van eigenschappen, omschrijvingen, aspecten die Zarathustra naar voren schuift, die typisch zijn aan de laatste mens. En die eigenlijk culmineren in een uitspraak die wat verderop staat, die ga ik u nu al even lezen. Geen herder en één kudde, iedereen wil hetzelfde, iedereen is gelijk. Dat is het tijdperk van nivellering. Een tijdperk van nivellering waar elke mens als gelijk wordt aanzien. Er is een hemelsbreed verschil tussen de gelijkwaardigheid van mens, die de facto een feit zou moeten zijn. Ik bedoel, daar is niet over te twijfelen, mensen zijn gelijkwaardig. Maar gelijk zijn ze niet.
bedoel, de ene man is een ongelooflijk goede sporter. De andere is dat helemaal niet en zoekt zijn heil veel meer in het lezen van boeken bijvoorbeeld. Ik zeg het nu maar heel zwart-wit. Mensen zijn niet gelijk, hebben andere dromen, aspiraties, kwaliteiten enzovoort enzoverder. Maar wij hebben een neiging om dingen te nivelleren, dingen aan elkaar gelijk te stellen. En een van die eigenschappen is ook dat bijvoorbeeld het geloof in autoriteit en de waarde van een autoriteit, dat die ook in vraag wordt gesteld. Heel typisch aan onze cultuur. Bijvoorbeeld als mensen zoals Mark van Ranst, viroloog, uitspraken doet over zijn domein, dat die dan belegd worden door iemand die niets van virologie kent, bijvoorbeeld. Hè. En dat wordt door onder andere het feit dat we allemaal platforms aanbieden waar die stemmen gelijkwaardig kunnen functioneren, krijg je een neiging tot nivellering. Dat is trouwens niet alleen iets dat Nietzsche naar voren schuift. Onder andere Peter Sloterdijk heeft diezelfde evolutie onderkend in zijn boek Het Kristalpaleis. In het Kristalpaleis, wat een metafoor is voor de huidige samenleving, is er nivellering. Schakelen we alles gelijk. Dat idee, dat die drang naar gelijkheid en nivellering, dat dat een dynamiek is in de samenleving, dat idee ligt volgens Nietzsche aan de basis van het socialisme en dat is ook de reden waarom Nietzsche zo gekant is tegen het socialisme. Dus als je socialisme invult in een strijd naar gelijkwaardigheid, ja, dan is dat een heel ander verhaal dan een strijd naar gelijkheid. Zie je? Dus dat is het punt waar het naartoe evolueert. Nu moeten we nog een stukje lezen voor we daar komen. Dus zie, ik toon u de laatste mens. Wat is liefde? Wat is schepping? Wat is verlangen? Wat is een ster? Zo vraagt de laatste mens met een knipoog. Nu, dit kan je bijvoorbeeld begrijpen. Zeg nu maar iets, het is een trouwfeest en het is 2 uur 's nachts en de mensen hebben een beetje gedronken en ze beginnen te filosoferen over het heelal, over het leven, de zin van het leven enzovoort enzovoort. Maar het gaat dan niet zozeer over de betekenis of de ware zoektocht, de ware filosofische zoektocht naar de betekenis van die vraag, maar het is dan zo een soort van entertainment geworden. Hè? De vraag naar de zin van het leven, wat is het heelal, wat is een ster, hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Dat zijn zo van die vragen die we stellen als vermaak. Maar ze hebben geen fundamentele impact op het leven dat we leiden. En dus de laatste mens is eigenlijk de pseudo-filosoof. Is eigenlijk diegene die die filosofische vragen stelt als entertainment. Hè. En je ziet ook in dit geval dat de redenvoering van Zarathustra nog altijd een onderdeel is van een act van een koordanser. Nog altijd een onderdeel is van een act van een circus. Hè. En dus hier in dit geval zie je dat de laatste mens daar heel graag aan deelneemt. En dan onder het mom van de ware filosofie eigenlijk bezig is met te entertainen, zie je? Met een knipoog. De aarde is dan klein geworden en daarop huppelt de laatste mens die alles klein maakt. Zijn soort is even onuitroeibaar als de aardvlo. De laatste mens leeft het langst. Twee ideeën komen daarin. Vanaf de 19e eeuw beginnen meer en meer zo de ideeën naar voren geschoven te worden, de eerste tekenen naar voren te komen van de echte globalisering. Mensen waren in staat om zich te verplaatsen over veel grotere plaatsen, ik bedoel grotere afstanden. Nietzsche zelf heeft eigenlijk quasi heel Europa rondgereisd, hè. En dus vanaf dat moment kwam je in een situatie terecht waar de wereld meer en meer een dorp wordt. En je kan erover nadenken en kan je erover vraag stellen of die globalisering ook niet een stukje een vorm van nivellering heeft teweeggebracht. Hè. Je moet weten dat als je vandaag laat ons zeggen, een normaal loon zou hebben en je hebt niet te veel tegenslag, hè, je kan wat sparen, dan ligt de wereld binnen het handbereik van iedereen die normaal gezien een normaal loon heeft. Hè. Dus in staat zijn om bijvoorbeeld een wereldreis naar Australië of Amerika te ondernemen, dat zijn dingen die kunnen, vermits mensen in staat zijn om met een gewoon loon dat te kunnen doen. En dus de wereld wordt een dorp en niet iedereen, of ik zal het anders zeggen, iedereen is in staat om overal te geraken. Dat is een aspect van globalisering dat toch niet mag onderschat worden. Hè. En dus het is niet zozeer de enkeling die er bovenuit steekt, die dan gesponsord wordt door een hele gemeenschap die zich dan mag verplaatsen.
plaatsen over de wereld. Nee, het is iedereen. En op zich is daar niks mis natuurlijk mee, met het feit dat iedereen de wereld mag zien. Daar gaat het niet om. Alleen is het gevaar natuurlijk dat er weer een vorm van nivellering komt. Alles wordt kleiner, bereikbaarder, minder avontuurlijker, minder speciaal eigenlijk.